Het mysterie van de wissel. Maar het meest op het eerste rijtje voor wijst de kinderen op het feit dat er een zee in het bord staat. Is in sommige woorden op de zee uitgesproken als een ernstig bij de sommige kaart. En deze samen met de kinderen bij het rijtje voor. Laten vervolgens een aantal kinderen naar het rijtje lezen met gisteren woorden waarbij de zee als een kaart uit wordt gesproken. Lees het tweede rijtje voor. Lees het rijtje samen met de kinderen op koor markeerde woorden waarbij de zee als een kaart uit wordt gesproken. Geef vervolgens de leerling de beurt in het rijtje te lezen. Zelfs demonstreer u nu. We moeten echt zoveel doen op school. Ja, ik kan het echt niet meer bijhouden. Gaat de hele week al zo snel. Ja, het zou wel leuk zijn als een dagje vrij zijn. Een dagje vrij zijn, dat zouden deze kinderen wel willen. Maar sommigen willen juist naar school. Bijvoorbeeld deze kinderen. Ondanks dat hun ouders hard werken, verdienen ze weinig en hebben zij geen geld om naar school te gaan. De kinderen missen de kinderen op school. Even later op school is de juf druk bezig en houden de kinderen pauze. Me zit dan ook zo erg. Ja, ik vind het ook wel jammer dat ze niet meer naar school kunnen omdat ze zo weinig geld hebben. We moeten plannen denken dat ze toch weer naar school kunnen. Hey jongens, kom eens. Wat is er? We moeten plannen denken waarom Tom, Romy, Kim en Joyce naar school kunnen. De kinderen bedachten met elkaar een plan en gingen direct aan de slag. Het enige wat we nu nog moeten doen is een opbellen. Hallo? We hebben een plan bedacht dat jullie toch naar school kunnen. Oké, dat is super fijn. Dat gaan we morgen op school regelen. Oké, is goed. De volgende dag spreken de leerlingen en de kinderen uit het arme gezin af. En beginnen ze met het uitvoeren van hun plan. Goedemorgen. Wat hebben jullie rare kleren aan? Ja. We vinden de school gewoon echt heel erg leuk. En daar koud hoofd. Gebruiken we dit shirt. Ja, ja. Even later is het tijd om te gaan lezen. En daarbij gaat het een en ander mis. Precies zoals de leerlingen het bedacht hadden. Handdoekjes om hun heupen, om zich in hun zwembroek te wurmen. Heel goed. Wie wil er nu lezen? Luc. Ik ben Luc helemaal niet, ik ben Roos. Ja, sorry hoor, jullie lijken zoveel op elkaar. En zo ging er nog meer mis. Scott. Nee, Senna. Juf, mag ik naar de zee? Ja, natuurlijk, de zanger. Zal ik anders bij meester Mark in de klas de planten water geven? Wat lief wat je eraan denkt. Twee zomers geleden hadden we in opa's tuinhuisje een huismuseum ingericht met alles wat we op het strand hadden gevonden. Ballen in alle kleuren en matte schepjes. Zandvormpjes, zwembroeken, sieraden. En de juf had nog steeds niet door dat de kinderen wisselden. Doe allemaal je boek dicht, we gaan een toets maken wat we 's ochtends hebben geleerd. Een toets? Oh jee. Ja, want daar hadden zij natuurlijk niet voor geleerd. Ondertussen deden de leerlingen allerlei klusjes om geld op te halen, zodat de arme kinderen ook naar school konden. De leerling vertelde tegen de juf dat zij een plan hadden bedacht
zodat hun arme vrienden ook naar school konden. Inmiddels hebben ze veel geld opgehaald en kunnen ze ook naar school. En die juf? Die was erg enthousiast en begreep het helemaal. Oh, nu snap ik het.